Ik woon in Suriname, ik ken die woorden niet. Ik verhuis naar Nederland. Nederlandse mensen hebben die woorden geleerd. Nu vraag ik je elk theater wat het betekent. Niemand weet het. Hoe heb je scheldwoorden in je eigen taal en niet weet wat het betekent? Dat is toch raar? Kan iemand me hier uitleggen waarom ik mij beledigd zou moeten voelen als iemand tegen mij zegt, ja, lul de behanger. Niemand, hè? Hoe kan je scheldwoorden bij je eigen taal en niet weten wat het betekent? Als je iemand uitscheldt, lul de behanger, wat betekent dat? Weet ik veel. Maar je bent wel uitgescholden, dat weet ik zeker. Dat slaat toch nergens op, lul de behanger. Wat is dat? Lul de behanger. Wat, kan mijn lul behangen? Want dan is het weer een compliment. Hé, Roué, kom eens even hier. Daarboven moet wat strakker. Oké. Hey! Mooi. Ik heb nog een klus. Ra, lul de behanger. Oké, deze. Dan ben je met iemand aan het praten. Je bent lekker aan het praten met iemand. Zegt hij ineens, ja, dikke lul, drie bier. Huh? Wat is die dan? Ik zeg altijd, weer een dikke lul of weer drie bier? Maar dit is een rare bestelling. Ik kan niet naar de bar. Ik zeg, ober, voor hem één dikke lul en drie bier, ja. Er zijn vast cafeetjes waar je dat kan bestellen. Daar kom ik niet.